Nationale Assemblée heeft vandaag de comptabiliteitswet van 2017 wederom in behandeling genomen. De wet die gewijzigd moet worden is voor het laatst behandeld in februari 2019. De comptabiliteitswet heeft te maken met de wijze van beheer en toezicht op de staatsfinanciën. De commissie staat onder leiding van NDP-parlementariër Amzat Abdul. Laatstgenoemde pleit voor meer transparantie in begrotingsprocedures. Dus wanneer ik ook, voorzitter, hoofdstuk 7 lees, de accountantscontrole bij de staat, dan wil ik daarbij ook aangeven, voorzitter, dat we ook de sloten van de begroting, voorzitter, we moeten eigenlijk ervoor zorgen dat de sloten van de begroting of de slotrekening van de begroting direct in elkaar wordt gezet en ook gestuurd wordt naar het parlement conform artikel 156 lid 5a van de grondwet. En misschien ook eerst naar de accountants, voor de accountantscontrole wordt gestuurd en daarna gewoon weer naar het parlement. Maar het moet wel gedaan worden, voorzitter, omdat je niet een wet kan aannemen, voorzitter, die zo modern is, die zich zo concentreert op verslaglegging en juist het finale rapport, de slotrekening, dat wordt niet gestuurd naar de Nationale Assemblée. Het is heel belangrijk dat we dat ook doen, dat we de slotrekening sturen naar de Nationale Assemblée en dat we bij het afsluiten van een begrotingsjaar zaken correct afsluiten met een slotrekening, voorzitter. NPS-fractieleider Gregory Rusland plaatste enkele kanttekeningen bij de redenvoering van Abdul. Ook stelde hij vragen over de begroting van de rechterlijke macht. Mede-fractielid Patricia Etnel vroeg om de begrotingsprocessen beter te omschrijven, omdat dit vaak voor verwarring zorgt. Ik wil toch weten, wat voor soort type begroting hebben we? Hebben we een democratische begroting of een decentrale begroting? Omdat ik iets zie in die wet, en ik wil toch wel weten dat we hierover wel een duidelijk standpunt nemen. Wat ik ook mis, als ik kijk naar de wet en ik lees het inhoudelijk, dan lijkt het alsof we meer richting de ministeries gaan. Maar zou het niet goed zijn als wij nu duidelijk stellen hoe onze staatsinrichting is en dat koppelen aan onze staatsfinanciën? We hebben gesproken, de spreker heeft het gehad over de begroting van de Nationale Assemblée. Dat die dus vooraf wordt goedgekeurd en dan wordt ingesloten binnen de algemene begroting. Maar we hebben ook dus de rechterlijke macht. Is het zo dat de rechterlijke macht dan ook haar begroting vooraf goedkeurt en dat gewoon wordt ingesloten binnen de algemene begroting? En is het zo dat wanneer dat gebeurd is en de Nationale Assemblée begrotingsbehandeling heeft, dat er nog mogelijkheid is voor wijziging? DNA-leden vandaag bij de behandeling van de comptabiliteitswet van 2017. Het parlement heeft vandaag de aangepaste comptabiliteitswet van 2017 wederom in behandeling genomen.